kijkt naar een nieuwe video op kellycressen.nl. Ik heb vandaag deel 2 van de zwangerschaps Q&A. Ik heb weer een nieuw oproepje geplaatst op Instagram. En jullie hebben heel veel vragen gesteld. En dit is een Q&A over zwanger zijn, zwanger worden, bevallen, alles op het gebied van baby's. Vragen die ik in mijn persoonlijke Q&A niet beantwoord bijvoorbeeld. En er zijn weer heel veel vragen binnengekomen. Ik heb deze video niet voorbereid. Ik begin gewoon aan de vragen. En ik wil dit keer een beetje een diepgaandere video. Dus het mocht gaan over alles over borstvoeding en over al het opvoedingsvraagstukken in je als moeder zijnde en dat soort dingen. Wat is jouw ervaring met kraamzorg? Nou, eigenlijk heb ik daar heel weinig ervaring mee. Vorig je zwangerschap of na de bevalling lag ik 2 weken in het ziekenhuis. En daarna heb je in principe geen recht meer op kraamzorg. Maar omdat wij goed verzekerd zijn, kreeg ik toen nog wel couveuse nazorg. En het was in totaal volgens mij 3 uurtjes. Kwam ze om een paar dingetjes uit te leggen. Dus ik heb er eigenlijk geen ervaring mee. Maar we hebben wel weer hetzelfde kraamzorgbureau gekozen. Omdat het gewoon goed beviel. En we hebben niet een voorkeur voor een bepaalde kraamverzorgster doorgegeven. Maar ja, ik hoop gewoon dit keer wel een kraamtijd te hebben. Lekker thuis een week. En een kraamverzorgster te hebben. En lekker thuis een beetje te wennen aan een nieuwe situatie in plaats van dat je lang in het ziekenhuis bent. Dus ja, dat is wat betreft kraamzorg. Hoop ik dat we die dus wel gewoon lekker een weekje kunnen gebruiken. Of ik zwangerschapscursussen gedaan heb bij Lana. En nu bij Lana heb ik yoga gedaan. En nu weer zwangerschapsyoga. Super fijn, leer van alles over de bevalling en ademhalingstechnieken en ontspannen en dat soort dingen. Ja, dat heb ik toen wel bij de keizersnee een klein beetje gebruikt om een beetje tot rust te blijven. Maar ik hoop natuurlijk nu bij de normale bevallingen gewoon te kunnen gaan gebruiken. Dus op die manier heb ik mij voorbereid. Of ik bang ben voor de bevalling. Ik ben in principe niet bang voor de bevalling zelf. Ik ben niet bang voor de pijn of voor wat er precies komen gaat, waar ik wel bang voor ben en waar denk ik iedere moeder bang voor is. Is gewoon de feit dat er complicaties kunnen optreden. Angst om je kindje te verliezen. Angst om dat je er zelf niet normaal uitkomt. Of je kindje niet gezond uitkomt. Of dat soort dingen. Daar is mijn angst. En ik denk dat dat heel herkenbaar is voor velen. En dat is iets waar ik soms echt wakker van kan liggen. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ik eng vind. Maar ja, ik denk ook wel normale angst. Vond je het eng om voor de 2e keer zwanger te zijn door je diabetes en kans op vroege geboorte? Om zwanger te worden was ik niet bang. Ik dacht zo van, er is heel veel gebeurd. En dat denk ik vast wel weer aan zodra ik weer zwanger ben. Maar om zwanger te worden, daar had ik geen angst voor. Gelukkig was ik ook heel snel zwanger. Dus dan ga je er ook minder over nadenken, denk ik. En ja, diabetes is gewoon iets. Iemand vroeg ook van, wat maakt dat nou voor verschil? Ja, dat is gewoon dat je, doordat je lichaam al chronisch ziek is en je daar extra goed voor moet zorgen, is dat nu natuurlijk nog heftiger nu er een kindje in mijn buik groeit. En alles wat ik eet en al mijn bloedsuikers die ik ervaar, die komen ook bij mijn kindje terecht. Zijn mijn bloedsuikers langer te hoog, dan krijgt zij meer suiker binnen en dus meer energie. En groeit ze harder als een ander kindje en daardoor kan ze te groot worden. Het moet natuurlijk allemaal nog via de uitgang eruit, dus het mag niet al te groot worden. Dus dat is wel iets waar ik me bewust van bezig moet houden. Dus daar probeer ik wel op te letten op betreft voeding en insulinegebruik. Alleen door hormonen en de schommelingen daarin kan je daar niet heel veel vat op hebben. Dus de ene dag maak je veel meer hormonen aan en dan heb je dus veel meer insuline bijvoorbeeld nodig en de andere dag niet. En je weet natuurlijk niet hoe dat die dag zit. Dus het is iedere dag puzzelen hoe dat werkt. Dus er zijn gewoon ook wat meer risico's op complicaties en dat soort dingen. En dat maakt een diabetes zwangerschap gewoon een stuk pittiger. Ik voel me schuldig. Een andere vrouw kiest er misschien bewust voor om te roken tijdens de zwangerschap. Ik zou daar zelf persoonlijk niet voor kiezen. En het voelt voor mij alsof ik, doordat ik diabetes heb, alsnog iets schadelijks aan kan richten bij mijn kindje. Terwijl ik daar niet voor kies. En dat geeft me een schuldgevoel. Dus dat is wel eens lastig. De stem is echt dramatisch door het verkouden zijn. Maar ik wil deze video wel vandaag opnemen. Omdat ik gewoon het fijn vind als die video al klaar staat. Maar daardoor heb ik een beetje een rare stem. Als je me al kan verstaan. Wil vragen of ik een 3e kindje zou willen? Nou ja, dan wil ik eerst eens even kijken hoe deze bevalling gaat. En hoe het bevalt om 2 kinderen te hebben. Mocht dat super goed bevallen, mocht ik heel soepele bevalling hebben. En daar gewoon heel gezond uitkomen samen. Wie weet dat we dat dan wel willen, een 3e. Maar dan voorlopig nog niet. Nee, echt voorlopig echt nog niet. Nee, dat moet ik echt nog niet denken. Wat betreft privacy, of dit kindje wel in beeld gaat komen, daar heb ik een video van gemaakt. Die komt of al is online geweest, of die komt nog online. Dus dan moet je daar even gaan kijken over bloggen en privacy, hoe ik daarmee omga, ook met betrekking tot 2e kindje. Borstvoeding. Nou, ik ben zelf iemand die heel bewust
kiest voor borstvoeding. Dat heb ik bij de eerste gedaan en dat doe ik nu weer. In zeg maar 99% van de gevallen kan een vrouw borstvoeding geven als ze het heel graag wil. En er zijn uitzonderingen, medische uitzonderingen, bijvoorbeeld door ziekte of medicatie. En in het geval van Lana mocht ik borstvoeding geven, maar het heeft heel lang geduurd tot het op gang kwam. Dus dat heeft echt bloed, zweet en tranen gekost. Maar dat was het voor mij waard. Dat is voor iedere vrouw anders. Voor de ander die heeft daar geen zin in of die heeft daar geen behoefte aan. Dat is ook heel goed. Dat is ook prima. Vooral je eigen gevoel daarin volgen. Zelf heb ik die behoefte wel heel erg om mijn kindje zelf te voeden met mijn voedingsstoffen. En daar wil ik dat nu weer gaan doen. Ik heb Lana 1,5 jaar gevoed. En dit kindje wil ik weer lang voeden. Want ik vind het zelf het mooiste wat er is aan het moeder zijn. Het mooiste wat er is qua verzorging van een baby. En het mooiste wat er is in mijn ogen op het gebied van een band opbouwen met je babytje. En daarom zou ik het voor geen goud willen missen. En heb ik er heel veel aan gehad voor Lana. En ik merk dat ook aan haar nog steeds. Dat het heel erg onze band gemaakt heeft ook. En dat wil ik ook met dit kindje. Er is echt niet zo speciaal als je kindje aan de borst. Het voelt voor mij zo natuurlijk dat ik dat nu weer wil. En dan moet iedere ouder voor zichzelf bepalen. En dan wil ik niemand meer voor het hoofd stoten. Maar voor mij is het wel gewoon het beste voor mijn kindje. En daarom wil ik dat weer gaan doen. En ook weer lang, omdat als het eenmaal op gang komt, dan ja, stelt het ook geen rol meer voor. Dan is het er gewoon en dan hoort het gewoon bij je ritueel. En dan kost het ook helemaal geen moeite meer. Dus ja, dan ga ik gewoon lekker door. Dat is alleen maar goed. Dus hoe lang ik borstvoeding wil geven? Nou, misschien wel 2 jaar. Ik zie het wel. Maar misschien ben ik bij dit kindje na een jaar al klaar mee. En het kindje bepaalt. Het kindje bepaalt hoe lang ze wil drinken. Lana was bij 1,5 jaar, dronk ze nog maar 1 per 2, 3 dagen. Dat ik dacht, nou, het begint al af te nemen. Dus laten we gewoon samen stoppen. En als ik bij het tweede kindje dat ook merk, dan stoppen we ermee. Wil je een thuis- of ziekenhuisbevalling? Nou, het wordt sowieso een ziekenhuisbevalling door mijn diabetes. Dan ga ik op Facebook, heb ik ook nog allerlei vragen gekregen. Vragen over dragen. Dus dragen met draagdoek of draagzak. Of ja, opties zijn er niet volgens mij. Bij Lana begon ik pas vrij laat met dragen. Pas bij 6 weken of zo. En dat is eigenlijk iets te laat om het kindje er echt vanaf het begin aan te laten wennen. En om er zelf goed aan te wennen. En daarom wil ik bij het volgende kindje wel gewoon vanaf het ziekenhuis al gaan dragen. Dat ze daar gewend is om lekker tegen mij aan te liggen. En te slapen in de doek en tegen mij aan. Dat is natuurlijk makkelijk. Heb ik mijn handen vrij voor Lana. En voor het huishouden, want dat gaat natuurlijk ook allemaal door. Maar dat is ook een hele fijne manier van contact maken. Dat wil ik weer gaan doen. Ik zal net zo goed de kinderwagen pakken. Ik heb ook een hele fijne, mooie kinderwagen. En die zal ik ook heel graag blijven gebruiken. Want dat vind ik gewoon het meest praktische als je wat verder weg gaat. Of als je gewoon als je met 2 kinderen op pad gaat. Of als je alles meesjouwt of dat soort dingen. Maar dragen is gewoon heel fijn voor daarbij om ook aan de band te werken. Om je kindje lekker dichtbij te houden. En dat doe ik dan met een draagdoek die ik heb. Daar heb ik heel veel zin in om dat weer te kunnen doen. Of ik bang ben dat Lana jaloers is. Ben ik in principe niet bang voor, want ze is niet jaloers aangelegd. Natuurlijk zal ze jaloers zijn. Natuurlijk zal ze, als die kleiner is, denken, goh, waar is mijn aandacht nu? Of dan zal het even wennen zijn, ook voor ons, om dat goed te verdelen. Maar in principe denk ik dat het met haar wel goed komt. Ze vindt nu kindjes en andere babytjes en alles super interessant. En ze helpt me altijd heel graag als ik met een ander kindje bezig ben. Maar ook als we samen met de poppen spelen, nou, dan zie ik echt een moedertje in haar. Dus ik denk dat ze dat heel erg leuk zou vinden. Maar het zal zeker wat tijd kosten dat ze echt bent van, oké, het kindje is nou in ons gezin erbij. Het gaat niet meer weg. Dit hoort bij ons. En dat ze dan echt wendt van, oké, de aandacht wordt wat meer verdeeld nu. En ik zal samen met mijn zusje door het leven gaan, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij daarop zal gaan reageren. Maar ik heb er eigenlijk al wel vertrouwen in. Ik denk dat het wel goed komt. En ze is 2,5 dan. Dus ze is al wel beleefd dat ze wat meer beseft. Maar nog niet oud genoeg dat ze echt beseft van, ja, dat het jaloezie misschien al heel groot kan worden, denk ik. Maar dat weet ik niet. En de naam. Hoe we de naam bedacht hebben, daar ga ik allemaal nog een artikeltje over schrijven. Zodra ze geboren wordt, komt dat online. En ik alles ga vertellen met hoe heet ze. En waarom hebben we deze naam bedacht. En waarom past het wel of niet bij Lana. En bij ons, ja, bij ons gewoon. Dus daar komt nog een apart artikel over tegen die tijd. Dus dat zijn eigenlijk de vragen. Ik hoop dat ik alle vragen beantwoord heb. En dat jouw vraag er misschien wel tussen zat. Dat is natuurlijk wel heel leuk. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer. Doei!